Ik ken ook een studentenvriend van me, die is uiteindelijk niet de master strafrecht gaan doen, mede hierdoor. Het is precies 1 jaar geleden dat advocaat Dirk Wiersum werd vermoord. De raadsman van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, werd voor zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. De moord op de advocaat bracht een schokgolf teweeg en werd bestempeld als een aanslag op de rechtsstaat. Ook bij rechtenstudenten kwam het nieuws hard aan. Dit is Fabian van Hal en Aki Bansihar. Samen blikken ze terug op de gebeurtenis van vorig jaar en wat voor invloed dat op hen heeft gehad. Ik hoop juist dat je je niet moet laten afschrikken hierdoor. Want degenen die deze aanslag op de rechtsstaat hebben gepleegd, hebben dan gewonnen. En dat moet je natuurlijk absoluut niet willen. Dus ik denk dat het erg belangrijk is dat mensen zich niet laten afschrikken hierdoor nog steeds, als ze dit vak willen doen, ook zeker willen uitoefenen. Ik vind wel dat wij als rechtenstudenten een statement moeten maken naar de overheid van wij laten ons niet afschrikken, maar er moet wel het een en ander gebeuren om te verbeteren. Fabian was aanwezig op de rechtenfaculteit toen hij het nieuws hoorde. Wat was de sfeer op dat moment? Ja, wel grimmig. Vooral gechoqueerd dat het gewoon echt kon gebeuren. De vraag is of en hoe de moord behandeld moet worden tijdens de rechtenstudie. Ja, het is wel goed om het te bespreken, denk ik. Ja. Tegelijkertijd, hoe verschrikkelijk dat is, moeten we ons niet door laten leiden. Het moet geen thema worden dat echt elk jaar terugkomt. Nee, klopt. Ik vind het maatschappelijk relevant. Het is maatschappelijk relevant. En ik vind het belangrijk dat je als student rechten niet alleen kijkt naar de wetsartikelen, maar ook kijkt wat om je heen gebeurt. Dit is Eefje Howard. Ze is voorzitter van de stichting Strafrechtswinkel. Daar kunnen Amsterdammers op het gebied van strafrecht kosteloos advies vragen. Ja, we hebben wel een ontzettende stijging gezien in de sollicitanten. Dus wellicht heeft dat met elkaar te maken. En de mensen die nu ook een strafrechtmaster doen, die zijn wel echt heel gemotiveerd. Ja, dus dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat degenen die echt een passie hebben voor het strafrecht, nu alleen maar meer gemotiveerd zijn inderdaad. Is het iets wat je gaat meenemen voor de rest van je leven? Of moet ik het niet zo groot maken? Dat kan ook hoor. Nou, het is wel de laatste tijd dat ik er echt bijna dagelijks aan denk. Ook omdat ik in de eindfase van mijn studie zit en ik ben al heel erg aan het nadenken over wat wil ik gaan doen. Dus ik ben er ontzettend veel mee bezig in mijn hoofd, maar ik probeer het wel te rationaliseren en nuchter te bekijken. En uiteindelijk gaat het me absoluut niet tegenhouden om mijn vak uit te oefenen, want ik vind het een prachtig vak. Dit zou me niet tegenhouden, maar het is wel iets waar je aan blijft denken. Natuurlijk, ook later misschien, als je carrière, ik weet niet of ik een strafrecht ga doen, maar als ik het zou doen, of een ander rechtsgebied, dan zou ik er wel aan blijven denken, omdat het zo verschrikkelijk is geweest wat er is gebeurd en het heeft echt veel impact gemaakt op mensen.